toen het voorstel werd gedaan om tot één te komen, om één partij, hebben jullie dan niet ter plekke op die vergaderingen meteen gezegd van, hey, no broer, zo zijn we niet getrouwd, zo Asano Kangodoro, zonder om uit elkaar te spatten? Nee, dat hebben we inderdaad gedaan, heer Glenn. We hebben toen gezegd, luister, we gaan uit elkaar dan als het niet kan zoals wij wensen. U weet, de wens van de VP is dat wij op zouden gaan in de nieuwe partij ABOPL. Dat wij onze vlag zouden begraven en opvouwen en begraven. En dat gaan wij geenszins doen. En toen zijn we uit elkaar gegaan. De heer B was daarbij, Brunswijk, ik en de voorzitter. Uit elkaar als vrienden. Alles oké, okay, hand geschud. Na de verkiezing komen we bij elkaar. Power, lobby. En een week of twee weken later is er begonnen met het ontheffen van de onderdirecteur. Dus ja, ik vind het jammer. Maar aan de ene kant, dingen gaan zoals ze moeten gaan in de politiek. Vooral in onze Surinaamse politiek moet je alles wachten. Maar om concreet op uw vraag in te gaan. We zijn inderdaad als goede partijen uit elkaar gaan. Geen problemen, niet.